Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft in het kader van het COVID-19 gebeuren een AZP-019 hulplijn geactiveerd. Het ziekenhuis heeft namelijk verscherpte maatregelen getroffen ter bescherming van bezoekers en medewerkers. De polyklinieken en de spoedeisende hulp zijn in dat opzicht ook beperkt tot spoedgevallen. Vanaf gisteren zijn medische studenten en medewerkers van het ziekenhuis 1x24 uur te bereiken via 019 om alle vragen te beantwoorden. In deze pilotfase zullen 10 telefoonlijnen beschikbaar zijn die naar behoefte zullen worden uitgebreid. Onder meer kunnen huisartsen die spoedgevallen met behandelende specialisten van het AZP moeten bespreken. En mensen die vragen hebben voor het wel of niet bezoeken van de SEH, bellen naar de hulplijn. De vooraankondiging van SEH-behoeftige patiënten dient vooralsnog via de specifieke SEH-mobiele nummers te geschieden. 178 blijft de officiële COVID-lijn.